Tim, welkom. Stel je eigen eens even voor. Ik ben Tim van Baal, 24 jaar. Ik kom uit Heistelenberg en ik studeer voor leerkracht geschiedenis en godsdienst in het secundair. Ik zit in mijn laatste jaar en daar is ook mijn motivatie voor de verkiezing eigenlijk uit voortgevloeid, omdat ik doorheen de jaren gemerkt heb dat er naar mij toe als stagiair of van scholen uit naar leerlingen toe of naar leerkrachten niet altijd even rechtvaardig omgesprongen wordt met leerkrachten die homo zijn. En ik vind eigenlijk niet dat dat kan, dat je leerlingen van jongs af aan al het gevoel meegeeft van dat kan niet, dat is niet juist en dat die benadeeld worden. Dus dat stoorde mij en ik vond dan in de verkiezing een ideale manier om daaraan te werken. Ga je ook proberen, als je voor de klas staat, dat onderwerp ook naar de leerlingen toe te brengen? Ga je de verkiezing mee in je lessen trekken? Ja, ik probeer dat zeker te doen in de mate van het mogelijke. Als dat mooi aansluit, dan is dat voor de leerlingen ook duidelijker. Maar ik vind dat wel belangrijk dat ze dat ook weten. Ik probeer ook, als ik zo'n leerlingen heb, heel duidelijk te maken als er een probleem is, dat ze dat altijd mogen komen zeggen. Omdat als er zo'n probleem is op school, is dat dikwijls heel moeilijk om dat binnen de school zelf te zeggen. En als stagiair is dat dan dikwijls iets handiger, omdat jij daar buiten staat. Dat is een mooi onderwerp. We gaan afsluiten met een leuk vraagje. Beschrijf jij eens het perfecte huwelijk voor jou? Wat is er voor jou belangrijk op die perfecte dag? Ik zou graag tegen dan voor de kerk kunnen trouwen. En dan gewoon vrienden en familie. Dat hoeft niet te groot zijn, maar vooral de mensen die ik graag heb. Gewoon een hele fijne, gezellige dag. En als openingsdans niet zoiets op ene steen, want dat kan ik niet. Dus daar mag iets meer leven in zitten. Ja. Dus echt een hele choreografie, dat gaat helemaal in orde komen. Ja, het hoeft ook niet te extreem te zijn, maar zoiets op ene tegel, dat is niks voor mij. Dus er mag iets meer leven in zitten, iets vrolijker. Oké, ik hoop dat ik zeker aanwezig mag zijn op jouw huwelijk. Ik zal een plaats kunnen zetten. En nog veel succes met de campagne. Dank je wel.